Dit is een bondagerek om mensen vast te zetten. Dit is een kruis, ook om mensen vast te zetten. En dit is een hokje voor opsluiting. Bernita, de toekomstige beheerster van het nog te verbouwen SM-huisje, geeft een kleine opsomming van de apparaten die er straks te vinden zijn, samen met handboeien en zwepen. Maar van SM-orgieën zal zeker geen sprake zijn. Nee, dat is niet terecht. Wij zullen nooit een orgie houden. Wij willen gewoon voor stellen die geen ruimte hebben om SM-spel te spelen, willen wij dus hun een mogelijkheid bieden, dus door het huisje te verhuren. Alles gebeurt binnenshuis en ze zullen nooit wat zien, dus daar zullen we altijd zorg voor dragen. Met andere woorden, de parkbewoners zullen niks van de SM-praktijken merken. Maar ze zijn er zelf niet gerust op. Nou, wij vinden dat dit niet op het park thuis hoort. Als een exploitant SM-huisjes wil doen, dan moet hij dat buiten de bebouwde kom houden. Eventueel in een vrijstaande boerderij, maar niet op een recreatiepark. Die huisjes zijn toch al aan het kelderen in de prijs. Ik ben 73 en ik wil het ook wel een keer kwijt. En daar wordt de prijs niet beter van, denk ik. Ik wil hier recreëren. En het is een recreatiepark voor ouderen. Dus ik snap niet waar die man mee bezig is. Tuurlijk kan ik me dat voorstellen. Maar is voor jou geen reden om te zeggen van we kunnen het beter ergens anders doen? Nee, want overal zal je dat hebben. De klachten van de omwonenden zijn voor de exploitanten van de SM-huisjes dus geen reden om te vertrekken. De hoop van omwonenden is nu gevestigd op de gemeente Staphorst, die onderzoek doet naar de legaliteit van de activiteiten. Volgens burgemeester Alsema stroken ze niet helemaal met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet hierin recreatie, dus niet wonen. En uit de website die ik ook heb bekeken, daaruit blijkt dat hier commerciële activiteiten zijn. Dat men hier ook in de woning verblijft en dat is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. En daarom gaan we dit ook aanpakken. Volgens ons is dat niet geheel bedrijfsmatig. Ook 8 maanden geleden is de wethouder geweest, heeft hetzelfde onderzocht. En daar is verder nog geen reactie op gekomen. Dus eigenlijk als er geen grondslag is, juridisch gezien, dan zeggen jullie van, dan gaan we hier gewoon mee door? Ja. Daar zitten wij dus gewoon niet op te wachten. Wanneer heeft u daar duidelijkheid over? Ik verwacht dat deze week.